Dames en heren, voortaan hangt de volgende tekst prominent in ons beroemde straatje met schilderijen, beter bekend als de Schuttersgalerij. Welkom in het Amsterdam Museum. Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam. Je vindt in dit museum meer dan 1000 jaar geschiedenis in kunstwerken, films en historische voorwerpen. In deze museumstraat krijg je alvast een voorproefje. Amsterdam DNA geeft in drie kwartier een overzicht van de geschiedenis van de stad. Voor wie meer wil, zijn er themazalen en tijdelijke tentoonstellingen. Kijk op www.amsterdammuseum.nl en loop even binnen, hier om de hoek. Na een rondje Amsterdamgeschiedenis van pakweg 3 kwartier kan de bezoeker voortaan kiezen de rest van het museum te bekijken, eventueel na een koffiebreak. Het museumcafé is voortaan immers nabij, in de buurt van je rondje, of daar een andere keer voor terug te komen. Ten derde, de Museum App. Een telefoontoepassing waarmee bezoekers na hun bezoek aan het museum een persoonlijke wandelroute door de stad wordt aangeboden. Tijdens de rondgang door Amsterdam DNA hebben bezoekers antwoorden gegeven op vragen over hun persoonlijke opvattingen en voorkeuren. Dit is het boekje waarmee je die vragen activeert met een code achterop. Al deze ontwikkelingen noopten tot een naamsverandering die onze ambities om de publieksvriendelijke spil van de stad te zijn beter tot uitdrukking brengen. Sinds begin dit jaar heet het museum daarom simpelweg Amsterdam Museum. De tijden veranderen en ook dat is van alle tijden, maar de huidige ontwikkelingen op het terrein van de informatietechnologie gaan wel heel erg snel. Als ik 10 jaar geleden iemand had uitgelegd dat ik vandaag een verhaal mag houden over een museum-app waarmee je met je mobiele telefoon een rondleiding krijgt door Amsterdam op basis van beelden en informatie, dan had men mij wellicht wat glazig aangekeken. Maar hoe zal het over 10 jaar zijn? Ontwikkelingen als een museum-app passen prima binnen de zoektocht naar nieuwe manieren om het museum van de toekomst vorm te geven als een plek die veel meer midden in de samenleving staat. Met deze museum-app is het Amsterdam Museum samen met De Waag een voorloper. En ik feliciteer hen dan ook van harte met haar vernieuwde onderkomen en met de museum-app in het bijzonder. En ik wens u allen een hele mooie culturele toekomst toe. Dank u wel. Ik hoop ook dat overheid en bedrijfsleven elkaar zullen aanspreken op elkaars rol. Waarbij van mij denk ik genoegzaam bekend mag zijn dat ik voor de overheid een hele belangrijke rol zie. Cultuur is immers een basisbehoefte. Cultuur is immers iets waar wij niet zonder kunnen in deze stad, omdat er ook bepaalde dingen niet tot stand komen. En ik vind het zo ongelooflijk belangrijk dat de overheid haar taak en verantwoordelijkheid neemt om de ondernemers te laten floreren. Voor het publiek wat makkelijk komt voor een kaartje, maar ook voor het publiek wat misschien wat moeilijker bereikbaar is. Dieptepunt in de Franse Belgische Eerste.